Grote schoonmaakactie bij de Merwede Huisjes op de kerkenplaat maandag. De politie, gemeente en woningbouwvereniging Triviere hebben, nadat ze maandenlang hebben geprobeerd de bewoners zelf op te laten ruimen, het heft in eigen handen genomen en alle rotzooi buiten de huisjes weggehaald. Vijf daklozen kwamen ruim een jaar geleden in de kleine huisjes op de staart wonen en verblijven daar nog steeds. Elk huisje is voorzien van een badkamer, keuken en slaapkamer. De bewoners verzamelden de afgelopen tijd steeds meer spullen rondom hun onderkomen. Er lagen onder meer een hoop oude fietsen, pellets, een kattenbak en een crosstrainer. Om te voorkomen dat de boel buiten nog een keer verpaupert, zal de wijkagent de komende tijd beter in de gaten houden wat de bewoners allemaal mee naar huis slepen. Wethouder Piet Sleking laat op Twitter weten teleurgesteld te zijn in de bewoners van het huisje. Volgens hem heeft de veroorzaker van de bende weinig respect voor de directe omgeving van deze bijzondere voorziening die door de gemeenschap wordt bekostigd.